zoals jullie zien, zijn we nu aangekomen bij het Efteling Hotel. Het was een lange rit. Dit keer zijn we 2 uur lang gereden. Maar dit, hierachter, is onze kamer vanavond. De Hanse Genietensuite. Ik ben heel benieuwd. Vorig jaar dat we hier sliepen, moest je een kaartje hebben in de ruit van de auto dat je hier slaapt. Maar dit is niet nodig. Dit keer hebben we ook geen pasje mee ons, maar een digitale sleutel. Dus dat betekent op de mobiel staat mijn sleutel voor de suite. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, of er geen technische problemen zouden komen, maar we gaan het zien. We gaan nu naar het park. Ja, chili cheese, ja. Chili cheese broodje.
zijn mijn schoenen al geplotst. Nee, de mijne. Nee, de mijne. De mijne. Schiet op, leilak. Ga naar het bal. Ja, ga naar het bal. Ja. Oh, dat is prins. Voor klokslag 12 moet je vluchten. Is het feest voor jou gedaan? Ik bezocht het bal gelijk een dame. Hij vroeg mij ten dans, de prins. Wij werden bij op slag verliefd, verlegen, blozend enigszins. Toen plotsklaps, de klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van de bal, naar buiten, snel naar huis. Dag, prins van mij. Precies naar de droomvlucht en deze heb ik ook thuis gehad. Ja. Nou, wij komen net uit de Fata Morgana en we hebben lekker geshopt en we gaan nu naar Max & Moritz. Stop.
voordat we het park gaan verlaten voor de hotelsuite. De zin in! Wij zijn nu onderweg naar de suite en I'm very excited for this. Hey! Hey. Alle draken verslagen? Ja, goed. Ja, het is gelukt. Was kantje boord vandaag hoor. Ja, was het moeilijk? Ja, Joost had zich niet raad. Ach ja, natuurlijk weer Joost. Ja, hè? Uiteraard. Ja. Ik doe het niet hoor. Nee? Bij mij ligt het niet. Nee. 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 Je bent natuurlijk ook de oudste, hè? Nee, ja. Nee, nog niet. Wat hebben jullie nog gedaan dan? Veel pannenkoeken gegeten en op audiëntie geweest bij koning Pardon. Heb je nou nog iets gedaan waar je van dacht, oh, dat heb ik nou nog, had ik nou nog nooit gezien? Ja, bakkerij Krummel. Ja, oh ja. Dat. Dat is wel heel makkelijk. Maar nee, ja, dat telt ook. Dat telt ook, ja. Oh, gelukkig maar. Thank you.
Maar toen was het tijd om iets te gaan eten. En dit is nog opgenomen in de coronatijd. Destijds was de regel dat je niet mocht eten in een restaurant, maar het wel mocht ophalen. Dit had de Efteling ook georganiseerd, maar dan in de gelagkamer. Hier stond gewoon een menukaart klaar om uit bepaalde gerechten te kiezen en bepaalde drankjes. En toen kon je het in een andere kamer gewoon ophalen in een tasje. En dan kreeg je het mee naar je kamer. Maar ondanks dat het restaurant dicht was, vond ik het wel een erg mooi gethematiseerde omgeving. Zeker met een pardoes natuurlijk, met alle taarten die eromheen stonden. Weer herhalend ook met de menukaart wat je daar kan kopen. Ik vond het wel echt super tof om hier te wachten op het eten. Zoals jullie zien heb ik hier de rekening. En ik vond het best nog wel wat geld als je beseft dat dit een optie is voor ophalen. Het was wel heel erg fijn dat het mogelijk was om hier überhaupt iets te halen. Want het was best wel koud die dag en we hadden geen zin meer om naar de McDonald's te rijden die verderop zat. Dus heel erg top geregeld. Maar nu was het tijd om lekker te gaan eten. Ik ben benieuwd of je het ziet, maar daarachter is de warme winterweide. Zie mij op. En dit is onze view van beneden. Het is ver, het is diep, maar de entreepoort. Maar het is echt zo leuk om dit weer naar avond te zien. Het hele park verlicht. Ik heb mijn kerstoutfit aangedaan, omdat het natuurlijk ook een weekje al kerst is. En we gaan nu even een paar leuke foto's maken en de kerstoutfit. En ja, met dit ambiente gaat het ook makkelijk. De garage. Nou, we slapen dus op de 7e verdieping. We hebben hier door een roosje zitten. Nietjes verderop. De assenpoestersuite. En hier zit dan ook nog de vliegende hollandersuite. En aan de rechterkant slapen wij vanavond de hand- en grietjesuite. Maar nu was het tijd voor een lekker warm bad na een heel dagje winter Efteling. Wat best wel leuk is, maar wel heel erg koud. Dus lekker opwarmen. Nou, een hele goede morgen. Wij zijn nu onderweg naar het ontbijtbuffet. Het is nog vroeg. Ik ben heel benieuwd hoe dit jaar is. Vorig jaar was het met een plankje en zelf thee pakken. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat uitzien.
Ik zit alvast in een bijtzaal en zoals jullie zien is dat het een buffet is. En deels tafel, wat ik nog wist van vorig jaar. Wat op zich wel fijner is, dat je ook zelf een drink kan pakken. Je laat voor de tijd je vaccinatiebewijs zien in je kamernummer en dan kan je lekker gaan ontbijten. Welkom in de Hans en Grietje suite. Zoals jullie zien is het de volgende dag alweer. Ik heb een heel andere kleren aan. Ik heb lekker geslapen. En ik wou jullie nog wat kleine inblikken laten zien van de suite. Want deze kamer is heel bijzonder. Ik heb nu al in 3 themasuites mogen blijven slapen. En dit is toch wel de meest mooie tot nu toe die ik heb gedaan. Deze kamer is in de thematisatie ongelooflijk goed en sterk. Het thema is van begin tot het einde doorgetrokken. Je ziet heel veel kleine details en ook grote details weer terug van het sprookje zelf. Bijvoorbeeld de heks aan de deur die knibbel knabbel knuisje roept. De taarten aan de muren. De kat die op de kast staat. De poppenkast die met allemaal snoepjes bedekt is. En het hele kamer is zo goed doorgethematiseerd dat het al bijna lijkt alsof je in het sprookje zelf blijft slapen. En dit heeft de Efteling heel goed gedaan. Maar het leukste was dat je wakker wordt in een Candyland. En letterlijk, je doet je ogen open en je bent gewoon in een wonderland. Je bent in een kamer vol met bonte kleuren en zoetigheid, elementen, decor. Het is gewoon alsof je wakker wordt in een droom. En zo hou ik ook deze kamer in mijn herinnering. Neem nu samen met mij een kijkje in de badkamer. Deze badkamer is vernieuwd. De Efteling had een tijdje geleden een paar themasuites gerenoveerd, waardoor sommigen een andere badkamer hebben dan de andere. Deze heeft namelijk gewoon een fijne loopdouche die heel erg ruim is en een groot bad. 2 wastafels en een toilet. Eigenlijk gewoon heel erg ruim en modern en schoon en heel erg helder. Nu we weer officieel uitgecheckt waren, gingen we weer terug naar het park. En natuurlijk, als je bij het Efteling Hotel blijft slapen, start je natuurlijk automatisch je dag met een carnavalfestivalletje. Na het bezoekje van de warme winterweide gingen we sfeervol eten in Fabula. Een van mijn favoriete restaurants blijft Pannendroom Forever. It's time for Symbolica again. Thank you.
lekker. Doe goed je best en de tour gaat Illumina Fantasia! Maar toen was het alweer tijd om onze dag af te gaan sluiten. En hoe kan je dat beter doen dan lekker te gaan eten bij Polles Keuken en daar gewoon intens genieten van een warme pannenkoek met een warme chocomel. In het Hans en Grietje suite. Ik hoop jullie natuurlijk weer snel te mogen verwelkomen met een nieuw avontuur. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!